3080, 3090 misschien zelfs. Ik weet het niet. After that night with Salieri's guys, here we go. I was back working as soon as I could. If you got enough of your cowboys and ask, all right, nice. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts too. Lekker bezig, joh, Xander Boy. Proficiat. You there, driver? Wat vinden we van deze game, chat? Are you driving or loitering? Ja, maar die 3070 is niet heel duur, hoor. Voor als je een 2000 serie is, pas echt, is net zo duur ongeveer. Letterlijk, de weet je hoe duur een 3070 is? Die kan je voor 500 binnenhalen. En ik weet niet voor je welke videokaart je gaat nemen, maar als je een 2000 serie kan betalen, dan zou ik denken van nou, dan kan je een 2080 super halen en dan kan je het ook een 3070 halen. Dat zijn €500 namelijk. Is al veel geld. Weet je wat mijn vader altijd zei? Mijn vader zei altijd, gewoon gaan voor het beste wat kan. Voor alles langer doorsparen. Want ja, weet je wat een beetje is? Ik ben een taxichauffeur, wat denk je daarvan? Wat ik gewoon een beetje denk is, ja, gewoon iets langer doorsparen helpt natuurlijk altijd. Want ja, dan heb je natuurlijk het beste van het beste. En dat is natuurlijk wel wat je wilt, hè? Niet dan. Ja, weet je. Stop this car at once. I'll walk the rest of the way. Oh. Dat is ook niet zo goed gaan. Nah! What the fuck? Better find a new fare. Okay. Hey, dat was best wel gek. Oh! Terug normaal rijden, joh. Even normaal rijden. Let's go, chat. Oepsie, nee! Dat was niet de bedoeling. Oh, dat was de verkeerde knop. Ik dacht dat oh mijn god, dat was echt de verkeerde knop, chat. Spijt me, nee. Ah, fuck. Ja, dat is best wel naar. Ja, ik dacht dat de knop was van driften, maar dat was het dus niet. Dat is op zich best wel raar, dit. Daar zitten daar puntjes. Zullen we naar de puntjes toe? Volgens mij, chat, moeten we naar de puntjes. Maar ja, wat vind je van deze game, Xander Boy? Wat vind je van hoe dit eruit ziet? Wat vind je van hoe dit, deze game eruit ziet? Vind je het er goed uitzien? Ik ben wel benieuwd eigenlijk, ja. Corleone Hotel, please. I have an important meeting. Sure you do. Alright, ja, we dus niet te hard rijden. Ik wil gewoon een limiter aanzetten, of hoe zit dat? Ja, dat wel. Just outside the hotel, please. Alright, let's go. Thank you. It's not a problem, sir. We did it. We fucking did it. Let's go. Net. Dan moet ik gewoon even doorrijden. Oké, daar hebben we echt gewoon flink afgesneden. Dat is wel een ding, ja. Maar goed, maar niet uit. Weet je, kan gebeuren. Maar echt gewoon hoe deze game ook gewoon eruit ziet. Holy shit. Oh, zijn we goed? Is goed. Ik zal na de stream even checken. Ik heb nu dit soort afgesloten, dan moet ik al tabben, maar ik zal het wel zo even checken, joh. Wat is het? Kan je zeggen? Doe het. By the way, het klein dingetje. Al haal je deze game, is €40. Maar ik zal nu wel even wat uitleggen. Je kan beter 55 betalen, in plaats van 40. Maar voor 55 krijg je alle games van Mafia Steam. Normaal betaal je €40 voor deze game, maar je kan ook 55 betalen. Krijg je de trilogy. En dan krijg je deel 1, 2 en deel 3. Classic versie van de. Nee, dat kan niet. Je kan wel dit doen. Ik kan op zich wel. Ja, nee, geen first person, maar ik kan wel de scenes aanpassen als je in de auto zit. Nee, first person zit er niet in. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. Oei. I get it.
Nee, dat kan helaas niet. Zou ooit leuk zijn als het komt, maar nee, het is meer een third person game. Eigenlijk. So yeah, I get to be busy. Your busy day is gonna be looking at old paintings. I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. Zou wel tof zijn. Zou wel tof zijn. Ja, gewoon first person. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, yeah, I get you. Zou wel tof zijn inderdaad, ja. Gewoon first person. Holy shit. Waarom ga je niet met 2K werken? Help je het hebben. Thanks, pal. Here's 50 cents. I'll spend it all at once. I'll try not to. Let's go. Maar gewoon hoe deze game eruit ziet, dit ziet er gewoon insane uit. Vind je niet? Ik vind het echt insane. Grafisch, deze game komt uit 2002, hè? Besef dat even. Dit is een remake. De game is namelijk opnieuw gemaakt. Helemaal uit het niets. Opnieuw. De game was namelijk eerst. De game was namelijk eerst. Ja. De game is normaal 40. Maar je kan wel die 40 betalen, maar. En anders hebben we nog G2A, hè? Uit het teken G2A heb je ook nog, hè? Dat kan je wel niet vergeten, toch? Die kan je wel voor 40 de trilogy hebben. Maar ja, weet je wat je ook moet bedenken? Zo'n game maken is natuurlijk ook best wel duur, hè? Zo'n game maken is ook niet goedkoop, hè? Misschien moesten we wel een paar keren die 55 neerleggen, willen ze de game überhaupt maken. Zo kan je het ook zien. De maker ook wel eens op hun geld kwijt. Ze verdienen wel weer veel terug. Ja, weet je. Als ze dat niet zouden doen, als ze de game 10 euro zouden maken, zouden ze echt niks terugverdienen aan die productie. Ja, zo kreeg ik er tegenaan. In ieder geval, ja, weet je. Ik heb er ook niet voor betaald, hè. Ik heb gesponsord gekregen van 2K. Nou ja, weet je, al zouden we deze game niet voor, gratis krijgen. Had ik hem wel gekocht, hoor. Yeah, but I've seen him go after guys for less. Had ik hem wel gekocht. If they think they can shake something out of you, they will use any excuse. Ja, de eerste game wel gekocht, hoor. This city's corrupt. Ik zeggen. Ik vind het echt tof. Nearly there. It's up here on under. Is helemaal goed, joh. Is goed. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Maar ik zit nu bij je. Tot de volgende keer, joh. Ik zal zo even Discord checken. Thank you. Thanks. Wait, just do it. Alright, let's go. Chat. Nice. Oh lol, ik nam net ook een slok koffie. Nice. Oh shit! Oh shit! Hey, how you doing, pal? You remember me? Shit, yo, nieuwe stad, liefhebber. Yo, 1 dag en 5 uur! Holy shit, lekker bezig hier, Niels. Lekker bezig. Niels, wat vind jij van deze game? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons. Vind jij van deze game, Niels? We're gonna have to give you a beating. Als je het zo ziet. So you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Oui. Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Oh shit. Moet je vechten zo. Oei. Rennen, gast. Rennen. Je moet rennen, man. Ja, ziet er porra, ja toch? Precies. Dat dacht ik dus ook. Ziet er erg goed uit, ja. Gewoon deze muziek erachter, holy shit. Nice. Ik ben bijna dood, maar goed, hij komt goed. Wait the alleyway. Let's go. Let's go, chat. Let's go. Okay. Maar deze game, ja, weet je, ik vind het insane. Als je dit zo ziet, weet je. Ik kan niet geloven dat deze game een 2002 game is. Oh shit! Auto. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Oh shit. Nah, we just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right? Yeah.
What is he is the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Shit. Yeah, right. Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Shit. Thanks. Least we could do. Come on. Let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. Oké, okay, ja, moet even opletten hoor. Let's go. The Running Man, ook een gat. Nice. Maar het ziet heel goed uit, ja, de game. Het ziet er niet verkeerd uit. Let's go, daar gaan we nu. Maar wat gaat er nu gebeuren? We gaan het zien. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This, taxi. That's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. All right. Good. You're gonna ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, yeah. Mr. Salieri. I won't let you down. All right, hold on. Shit. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. Shit, onze eerste maffia job, chat.